Beste kijkers, we zijn natuurlijk vandaag hier bij Tourtonne 3. En zoals u het weet, is er hulp aangevraagd door het schoolhoofd. En dat heel speciaal omdat er enkele kinderen zijn die hongerig naar school komen. En dat kunnen we natuurlijk niet toestaan. Natuurlijk, voor een goede schoolprestatie moet je met een gevulde maag naar school komen. Wij zijn dus in contact gekomen met de directrice. En dat is mevrouw Ratna Ajodhia. En zij kan het beste vertellen hoe dit project is begonnen. Vertelt u het maar. Wel, het is heel simpel gegaan, meneer. Het waren enkele leerlingen die hun leerkrachten vroegen van ze hebben honger. Mama heeft geen geld om brood te kopen. En heel onschuldig, de leerkrachten zeiden toen van, juf, kunnen wij niet. En samen met het personeel zijn wij begonnen hieraan. Ja, ja. Het is zo doorgegaan, natuurlijk hebben wij anderen gevraagd. Ouders hebben gestuurd. Er is een hele lieve donateur, dat is meneer Aristo Kelly. Die stuurt vaak broden. Ja. En ik heb meneer een speciale dank, meneer Navibar. Dank u wel. Zonder u zou het helemaal niet lukken. Echt waar. Mevrouw Chitra, dank u wel en alle donateurs. En natuurlijk gaan we presenteren wat wij van onze donateurs gekregen hebben. Dat is 5 pakken boter, die is even niet in beeld. We hebben 5 kilo kaas, 10 kilo pindakaas, 12 potten chocopasta, 12 pakken hagelslag, 12 flessen siroop. We hebben 130 stuks bakoven, 1000 plastic zakken, 24 broodtrommels hebben we hier, 30 drinkbekers en 5000 SRD. Krijgt u van ons, natuurlijk van de donateurs. Dat moet ik ook in beeld brengen, dat ik het u ook overhandig. Want normaliter, Tizana Foundation, die geeft geen geld. Wij doneren meestal goederen en spullen. Maar vanwege het feit dat de kinderen elke dag vers brood moeten eten, gaan we het geld overhandigen. En zodat jullie de broden zelf kunnen kopen. Helemaal, maar meneer, kijk, ik ben de directrice. Mm-hmm. Ik zou de eer geven aan die juffrouw daar. Zij doet het dagelijks en wij werken samen als een team. Dus ik zou graag willen dat u dat geld overhandigt aan haar. Dus juffrouw Saparoon heeft dus de verantwoordelijkheid en is in principe onschuldig met dit project begonnen. Ja, omdat de leerlingen u aangaven van dat ze honger hadden. En wij kunnen het niet aanzien, hè? Ja, ja. Even natuurlijk ook als juf een verantwoordelijkheid. En wij van Tizana Foundation zijn dus in contact gekomen. En we hebben er werk van gemaakt. De donateurs hebben natuurlijk hun best gedaan om ook te doneren. Zoals ze dat altijd doen en gewend zijn om met Tizana Foundation te werken. Hier heeft u 5000 SRD. Mm-hmm. Ik overhandig dit aan u. Heel erg bedankt. En ik hoop dat u een tijdje hiermee verder kunt gaan. Ja, dat zal zeker weten. Ja. Ja. We zijn heel erg blij daarmee. Dit hadden we echt niet verwacht. Een geldbijdrage. Mm-hmm. Ja. En ik zie dat we dus wat hebben gekregen. Mm-hmm. Dat is een bedankje namens de kinderen. Die mag je dus overhandigen aan mevrouw. Dankjewel. Dankjewel. En jullie ook heel bedankt. En ik hoop dat jullie tevreden zijn wat wij allemaal doen. Helemaal, helemaal. We hadden echt niet verwacht. Want het is niet alleen dat wij het doen, het is dankzij die donateurs die zo initiatief heeft genomen om jullie te sponsoren. Alle eer. Dank je wel. Heel hartelijk bedankt. En mevrouw, alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Kinderen hebben het getekend. Heel mooi, heel mooi. Dank u. Jawel.
Wij zijn bij de OS Tour Tonne 3. Al waar er dus een aanvraag was gedaan voor voor voeding, ja, broodbeleg en dergelijke. En wij van Chitsana Foundation hebben natuurlijk erop ingespeeld. En dankzij jullie maken we het altijd mogelijk. Donateurs bedankt. Blijf jullie Chitsana Foundation ondersteunen. En we gaan verder naar onze volgende project. Thank you.